Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arn hier en vandaag iets compleets nieuws. Jawel, een setup video, een heuse setup video. Dit is mijn setup en dat was jongens bedankt voor het kijken. En dus. Nee, grapje. Jongens, vandaag dus mijn setup video en ik dacht, hoe kan ik het aanpakken? Ik ga gewoon eventjes een beetje filmen hoe het erbij staat. In ieder geval aan deze kant heb ik een gigantisch... gewoon een bureau met hier mijn computerscherm. En die is momenteel een video aan het renderen. En ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Hij is deze video aan het renderen, net de render aangezet. En dit is trouwens Videopad voor de mensen die het zich afvragen. Videopad, dat programma gebruik ik. Ik weet dat heel veel mensen Sony Vegas gebruiken, maar ik vind Videopad op zich wel handig. En ik heb er tot nu toe altijd mijn video's meegemaakt en meegeedit en nog nooit problemen gehad. Dat gebruik ik dus. Maar dit is mijn computerscherm en het is een ProLite E2273HD scherm. Ja, daar staat die. Ja, HDS staat voor HD scherm of HD screen, denk ik. En het is 22 inch scherm in ieder geval. Prima scherm. En voor mij is dit gewoon de ideale grootte voor in ieder geval een computerscherm. Het moet niet veel groter, niet veel kleiner. Dit vind ik zelf ideaal. Als computerscherm. En het is gewoon een heel goed computerscherm van IAMA, een of ander Japans bedrijf. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar ik heb er nooit problemen gehad met dit scherm. Prima schermpje. Hieronder staat mijn computer. En daar liggen heel veel spullen op. Mijn computer in ieder geval van Medion. Het is geen supercomputer of zo, geen beestencomputer. Het is een prima computer gewoon voor renderen. En voor Minecraft en zo. En voor normale games. Maar echt voor uitgebreide spellen als Battlefield en zo. Dat lukt niet op dit ding. Dus ik moet misschien nog binnenkort een keertje. Of ergens na de zomer of zo. Een nieuwe PC gaan halen. Moet ik nog eventjes naar gaan kijken. Maar tot nu toe heeft het ding prima voor mij gewerkt. Daarop ligt natuurlijk mijn headset. Mijn Triton AX180. Ik heb twee keer een Turtle Beach PX21 gehad. Maar die zijn allebei soort van gebroken, kapot gegaan. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Het was niet zo heel fijn. Dus ik heb de Triton een keer gekocht. En tot nu toe bevat hij prima. Kabel nog niet kapot gegaan. En dat is gewoon prima. En veel mensen zullen zich afvragen waarschijnlijk wat dit dingetje is. Dit is een splitterbox. En wat dat eigenlijk inhoudt, dat... Je laat er één internetkabel ingaan in die splitterbox. En dan kan je er heel veel andere internetkabels uit laten gaan. Die het verdeelt over verschillende apparaten eigenlijk. En ik heb er dus één... ik heb daarachter één internetingang. En die gaat in de splitterkabel. En dan heb ik twee uitgangen. Eentje naar mijn computer. En eentje naar mijn PlayStation rechts van mij. En dat werkt tot nu toe gewoon prima. En dat is zeker handig als jullie ook maar één internetingang hebben. Dan moeten jullie gewoon een splitterbox kopen. Heb je wel drie of vier kabels nodig. Ligt eraan hoeveel apparaat je wil aansluiten. Maar je steekt er in één internetstekker in. En de andere twee die gaan, of meer, die gaan naar je apparaten. Dus zoals mijn PC en mijn PlayStation. En dan... heb ik daar een gigantische stekkerdoos. Nou ja, gigantisch. Daar zitten er vijf in. Stekkerdozen heb ik zeker wel nodig voor schermen en computers en zo. En hier zullen jullie zien nog een stekkerdoos. Daar zes ingangen waarvan vijf in gebruik. Dus ik heb in ieder geval tien stekkerplekken nodig. Dus ja, die dingen komen wel handig uit. Hier natuurlijk een ventilator, want dat is echt super, super handig. Het was vorige week of twee weken terug, was het echt super warm hier op mijn kamer en zo. En hier, overal in Nederland. En vond ik totaal niet erg. Alleen ik had dit ding wel even nodig. Het was wel heerlijk om zo'n ding op je kamer te hebben. Een ventilator. En hier heb ik mijn iPod box. Mijn Logitech iPod box. Prima ding ook. Zoals jullie zien, het is 8 minuten over 12 momenteel. En nooit problemen gehad met dit ding ook. Die heb ik echt al 3 jaar of zo, die iPod box. iPod zit er momenteel niet in. Maar het is zeker wel een prima ding. En dan gaan we naar deze kant. Want hier gebeurt het allemaal. PlayStation. Ja, dit is mijn PlayStation en dit is mijn scherm. Dit scherm is van Samsung. En het is echt een beestenmonitor. Ik vind het in ieder geval een hele supermonitor. Het is echt een perfecte grootte. Het is een Syncmaster T24B300. En hij is 24 inch, dit scherm. En voor mij is dat ideaal. Sowieso voor gamen, als je er dicht op zit zoals mij. Want ja, ik heb hier niet heel veel ruimte tussen mijn twee bureaus. Ik zet er meestal redelijk dicht op. Maar ja, dan is 24 inch echt ideaal. En dat is echt mijn aan te raden grootte voor een scherm.
Want ja, je ziet alles gewoon goed van dichtbij. En nou ja, het is voor mij in ieder geval gewoon ideaal. Hier natuurlijk, ja, mijn PlayStation, Where the Magic Happens. Nee, twee Turtle Beach stickers erop. Omdat ik twee Turtle Beach PX 21's dus heb gekocht, zoals ik zei. En daarbij krijg je zo'n gratis sticker. Ik dacht, waar moet ik ze laten? Nou ja, dan pleur ik ze maar op mijn PlayStation. En hiernaast mijn HDP VR. Ik weet dat heel veel mensen een Elgato liever hebben. Maar ik heb hier de HDP VR 1 editie. Niet de gaming editie. Ik had de verkeerde besteld in eerste instantie. Dus ik had één kabel bij moeten kopen. Zodat ik hem naar mijn PlayStation kon leiden. Maar in ieder geval nog nooit problemen mee gehad met de HDP VR. Ik vind het een prima ding. Heeft altijd prima voor mij gewerkt ook. En ik vind het zelf ideaal. Hier natuurlijk achter een hele gigantische kabelbende naar mijn scherm en zo. En naar mijn PlayStation en alles. En ook vanaf hier naar mijn PC. Voor de mensen die het zich afvragen wat voor controllers ik heb. Ik heb ja, twee normale PlayStation controllers. Dit is een normale controller. Die zit in de oplader, maar die is wel opgeladen. En dit is mijn andere controller die ik, ja, die ik nu gebruik, terwijl de andere in de oplader zit. Het is gewoon een normale controller. Zoals jullie zien zit er niks achterop of zo. Ik heb totaal niks erop staan. Dit is gewoon een normale controller die ik gebruik onder het gamen. Ik zelf heb niks met een SCUF of class om erop te zetten of zo. Of andere dingen. Ik weet even niet hoe ze heten. FPS Freaks, dat zijn ze. Daar heb ik helemaal niks van om erop te zetten. Want ik hou het gewoon normaal bij bij een normale controller. Ik heb zelf geen mods of modificaties nodig of iets in die zin. Want tot nu toe heb ik altijd met die controller gespeeld. En het is gewoon goed. Het werkt gewoon goed voor mij. En trouwens, het scherm is nu een beetje donker. Ik zal hem eventjes wat lichter maken. Kijken of dat lukt. Want, ja, dat bedoel ik. Oh, mooie achtergrond trouwens, hè. Mooie achtergrond is dat, hè. Wauw, wat een achtergrond. Ja, ik denk ik moet eventjes een achtergrondfoto doen. Dus dat is wel leuk op zich. Mila Kunis. En trouwens hier, Grand Theft Auto San Andreas. Ik heb hem gisteren gedownload en geïnstalleerd. Dus die staat hier zo. En ja, die ga ik dus binnenkort zeker voor jullie spelen. Let trouwens niet op de tijd op mijn PlayStation. Die staat nog een uurtje achter. Maar ja, ik heb nooit geen zin om die te veranderen. Hier in ieder geval gewoon een afstandsbediening natuurlijk voor de tv. En hier gewoon een afstandsbediening voor de iPod box. Hier liggen mijn meest gespeelde games. En dat zijn Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 en Call of Duty 4. En hieronder, ik zal ze eventjes ook erbij pakken. Hieronder Black Ops 2, Red Dead Redemption en Call of Duty Black Ops. GTA San Andreas, ik bedoel GTA 4, die ligt hier momenteel eventjes niet. Die ligt in de kelder waarschijnlijk bij mijn broer die dat ook speelt. Het is officieel zijn spel. Maar ja, ik leen hem meestal omdat hij er niet mee speelt. Trouwens, dit is mijn stoel waar ik altijd op zit. Super chille stoel. Het is gewoon een hele zachte stoel als je dit zo ziet. Het is gewoon lekker, dit is gewoon zacht en het zit gewoon ideaal. Voor als je er echt lang op wil zitten, als je gewoon lang wil gamen en zo. Voor mij in ieder geval ideaal. En hier nog een tweede stoel voor als er mensen langskomen en zo. Daar trouwens mijn lenzenvloeistof, een lenzenpotje en zo. Want voor de mensen die het zich afvragen, ik heb lenzen, ik heb vroeger een bril gehad, nooit echt gedragen omdat ik dat heel erg kloten vond. En ja, daar heb ik dus gewoon, ja, ik weet het niet, ik heb gewoon lenzen genomen en dat bevalt mij ideaal. Hier hebben we een klein kastje met gigantisch veel spellen nog. Daarachter in ieder geval heel veel spellen voor de PC. Hiervoor nog Battlefield 3 voor de PlayStation. Die speel ik eigenlijk nooit. Maar ja, gewoon heel veel spellen voor de PC. Hier echt een lade met alleen maar spellen. En dat is ook zo bij deze twee. Hier nog wat rommel met heel veel cd's. En hier ook nog heel veel cd's. Heel veel games van vroeger en zo, van mijn jeugd. En dan heb ik hier nog een grote kast. En wat zit hier nou in? Eigenlijk niks. Hier stond vroeger mijn tv in. Heb ik weggehaald. Hier ligt al mijn oude spul en al mijn kabelzooi ligt erin. En dus ook mijn gebroken Turtle Beaches. Die zijn hier. De kabel is gewoon finaal doorgegaan. Ik zal eens even kijken of ik dat kan laten zien. Is gewoon afgebroken. Dus dat zijn klote dingen. Dus ik heb daarom besloten om een AX 180 te kopen. Het bevalt mij beter. Werkt gewoon veel beter voor mij. En dat is het eigenlijk wel een beetje, denk ik. Ja, voor de rest niet echt heel veel speciale dingen. Gewoon mijn bed. En hier nog
Trouwens, mijn iPod, wat een hele oude iPod met een Pioneer headphone. En dit is een, uit mijn hoofd, ja, hier, de HDJ 500. Ik weet niet of je scherp stelt. Ja, HDJ 500 Pioneer headset. Prima ding voor muziek. En natuurlijk, zoals heel veel mensen gisteren al zeiden, wow. Allemaal luchtjes. Ja. Ja, dat hoort er gewoon bij, hè. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Dat hoort er gewoon bij. Dat moet nou eenmaal. Je moet nou eenmaal lekker ruiken. Maar dit was het dus wel, mijn setup. Hier trouwens nog een gigantisch oude lamp voor heel veel licht. En die gebruikte ik vroeger als ik mijn oude camera gebruikte voor facecams. Omdat mijn oude camera gewoon heel slecht was. Er staat HD op, maar voor mij was het geen HD. Ik vond het echt een klote ding. En toen moest ik het met die lamp bijlichten. Hier trouwens nog wel iets leuks. Een hele goede muis. Deze muis is een CM Storm Inferno. Die heb ik gekregen van Milan. Want ja, hij vroeg wat voor muis heb je. Oh, nou dan heb ik wel een nieuwe voor je. En het is een super ding, dus bedankt daarvoor nog, Milan. Is gewoon een super muis. Super om mee te werken en is gewoon ideaal. En hier niet echt heel veel, ja, nuttigs nog of zo. Ijstippak. Voor als je moet overleven. En de verpakking van mijn Samsung Galaxy S3, jawel. Maar goed jongens, dit was het wel. Dan hebben jullie een beetje een overzichtje van hoe ik erbij zit. Jongens, dit was het. Bedankt voor het kijken, laat even een groen duimpje achter. En adios.